Hallo, Sopengjes, Brugge, Sopeng, Gamers, en Amerik, want deze Dishonored, deze arm nog vast. Oeps. En ja, dit is een nieuwe aflevering van Dishonored. En wij gaan Dishonored spelen, inderdaad. Hey, er staat hier een ding met een doodschopper op en een... Komt een vlammetje uit. Dus even ons hartje pakken. Wat is er allemaal te doen hier? In de buurt. Ik zie daar een office, daar kan ik nog heen. Geen idee waarom die nu in één keer mogen vloepen. En een bone charm ligt waarschijnlijk hierboven ergens. We gaan even verder met sneaken, want ja, je weet het nooit in het spel. Ik heb nog 6 shotgun kogels, dat is nog best wel veel. Hier lopen wat gasten, geloof ik. Dus daar gaan we even niet heen. We kunnen in principe in één keer naar Samuel en Emily, dus de missie voorbij, daar zijn we er vanaf. Maar dat is een stuk minder leuk als hoe wij het nu gaan doen, waarschijnlijk. Ik kan niks beloven, hè. Het is gewoon omdat ik denk. Mijn gevoelens, ik wil even hier opklimmen eigenlijk. Gaan ze me nu zien. Ik heb geen idee waar die gasten allemaal zitten. Hier is nog iets te doen in dit huis. Dit is een aparte missie, een sidequest, en die hebben wij de heenweg nooit gedaan. En nu kunnen wij nu de terugweg gewoon doen. Dat is een vent, die wil ik eigenlijk even sneaken. Ik heb geen idee waarom ik zo hard lag. Dat hoort niet. We hebben poeder. Oké, dat klinkt interessant. Ah, dat zijn 2 gasten. Die gast gaat mij zien. Stop met mij zien. Ik pak ondertussen dit eventjes. Oké, ik las een brief. Nice. Oh, gelukkig zagen ze me niet. Ik dacht dat ze me zagen. Oh, hij ziet me wel. Hoppakee. En die is al dood. Oké, dat was heel smooth. Zo smooth heb ik dit spel nog nooit gespeeld. Ja, ze hebben me best wel gespot. Dat was een beetje het idee. Ik heb wel een health potion gekregen. Even de vuilnisbak onderzoeken. Zit allemaal nog wat leuks in. Misschien zelfs een health potion. Nee, zit helemaal niks in. Dit heb ik onderzocht. Wat zijn er meer te doen hier? Dat geld. Gewoon op de... Wie laat dat geld maar weer op de weg liggen? Het geld ligt letterlijk op straat. Gewoon hier gaat geld. Wie laat het altijd geld liggen? Jemig de pemig. Dat hek heb ik de heenweg al uitgeschakeld. Als het goed is. Dus als het goed is, doet hij het nu nog steeds. Dat we erheen kunnen. Hier lopen gewoon weer gasten. Geen idee waarom. Maar daar moeten we zeker heen als we die bone charm willen, of niet? Nee, die bone charm ligt gewoon daar, of niet? Of moeten we dan eerst ergens naar binnen? Ik heb geen idee. Ik ga daar niet heen, in ieder geval, ik ga me daar niet mee bemoeien. God, ze hebben me gezien. Shot. Is hij achter me aan het lopen? Ja, misschien. Oké, we gaan dit huis binnen, denk ik. Nou, ik weet niet of boven nog een gast staat op het balkon of zo, nee. Voor mij zitten ze allemaal in de binnenste kamer, dus we kunnen beter naar het balkon teleporteren en daar via het balkon naar binnen gaan. Dat is ook een stuk leukere manier om dit te spelen, dus... Komt dat even mooi uit. Voor mij had ik dat niet. Wij moeten blink upgraden. Kan ik dat? Blink upgrade is trouwens heel handig. Kijk, we hebben deze 2 gasten allebei doodgemaakt. Awesome, meet Sammy en Emma op de boot. Slack Joe, Missing Man, Crowley. Wat moet ik daarmee doen? Wat wil ik heel graag doen? Optional enter the Giovanni's office. Wat moet ik daarmee doen? Ik heb geen idee. We gaan gewoon deal Giovanni's office naar binnen. Ik ga even door de deur naar binnen kijken. Nee, ik wou hem niet openen. Ik wou door de deur heen kijken, maar oké, dit is ook leuk. Ook hartstikke leuk. Ik hoop niet dat ze me in één keer spotten. Dat zou niet zo fijn zijn. Rune of Bone Charm nearby, equip the heart. Ik ben heel benieuwd wat er voor leuks er in het gebouw te vinden is. Laat eens even zien. Het hart vindt er helemaal niks van eigenlijk. Dat is knap. Oh, er zit een rune, daarboven. Op 21 meter afstand, dat wil ik zeker pakken. Eventjes, ik kan eigenlijk die deur niet openen, maar oké. Hier is waarschijnlijk veel te doen, als ik het zo zie. Deze vent ziet er rijk uit. Eens even kijken, hoe gaan we dit oplossen? Ik denk dat we sowieso eventjes op... we kunnen een blinky kill maken. Daar zijn 2 gasten, dat is sowieso geen oplossing voor een blinky kill. Ik kom dus hier even wat shit gaan looten, ik weet niet wie gasten zijn. Ik heb geen idee waar mensen zijn. Oeh, een broodje, lekker. Als ik deze deur open gooi, ik even door de lock heen keyholen. Oh, doe net de deur open! Kut! Doe dat niet, stop dan mee. Hoppakee! Zei ik al hoppakee? Ik weet het niet, voor de zekerheid. Loot! Dat is altijd goed! dat was niet helemaal de bedoeling, maar het liep een beetje niet zoals ik wou dat het ging. Snap je? Dat gebeurt wel vaker in het spel. Hij deed een keer de deur open, ja, dat kan er best overkomen. Dat is die fan die we vermoord hebben, toch? In het vorige level. Of was het nog? Nee, dat was niet dit level nog. Even kijken, deze verkeerholen, misschien zijn er nog mensen achter. Ik zie daar iets, een beest of zo, een rat waarschijnlijk. Ziet hier voor de rest aardig veilig uit, behalve wat ratten. Wat ratten vind ik niet zo heel erg. Stomme ratbeesten. Waarschijnlijk zijn die hem in de sewers, ze gaan daar. Nee, die sewers zijn dicht, daar kun je niet doorheen als rat. Kan ik dit nog iets mee doen? Nope. Ik kan water drinken. Oh, je moet trouwens die 2 bone charms nog aanzetten. Mensen zeiden, Rick, je hebt die bone charms uitgedaan in plaats van aan. Dat zijn handige dingen om te weten. Haha. Dat is best wel handig. En zo. Dat zijn best wel veel ratten. Dat is gewoon een rattenplaag eigenlijk. Toilet dicht. Yes. Dat heeft geholpen in het spel. Echt progressie in het spel. Dat zijn verdacht veel ratten. Die gaan mij best wel damage doen en zo. Ik ga ze allemaal doodstaan in ieder geval. Sterf ratten. En als ze eenmaal in het nadeel zijn, dan rennen ze weg. Dat is mooi. Wat is dat voor moois? Een boek. De derde structuur. Dat is een fantastisch boek. Dat las ik als kind altijd dan. Ik hoop dat hier nog iets van mana ligt. Bullets. Dat is altijd mooi. 2 bullets zelfs. Bolt. Oh kijk, eindelijk weer arrows. Yes. Voor je in de red plague. Ah, saai man. Ik wil niet weten hoe ik de plaag ervoor zorg dat ik hem niet krijg. Dat boeit me helemaal niks. Als ik de plaag krijg, dan zal ik hem maar verdiend hebben.
Oh, er zit nog wat pijlen in, vet. Dat was me niet opgevallen. Slackjaw, die vent is in het gebouw zeker, of niet? Slackjaw. Ik weet niet. Ik wil echt shit van de muren kunnen stelen, maar dat weet je niet. Je weet nooit wanneer je het kan stelen, hè. Ik wil sowieso nog die rune hebben. Die lag op de bovenste verdieping, toch? Die was daar, ja. Oké, dan moeten we gaan naar boven toe. Dat is niet zo'n heel groot probleem. Hoeveel spinners heb ik nog, zei je spel? Nul. Oh, dat is jammer, want die spinners zijn fantastisch leuk om mee te spelen. Ik pak gewoon weer even iets deze. Alhoewel, ik vind slow time ook wel even leuk om te doen. Als ik die moment kan gebruiken. Als het goed is, heb ik daar nog genoeg mana voor. Even sneak hier. We gaan proberen te sneaken. En als sneaken niet lukt, we altijd nog de tijd verdragen. Dat is plan B, zeg maar. Hier zijn wat gasten waarschijnlijk. Hier gebeurt helemaal niks. Dat is ook raar. Wat raar dit. Waarschijnlijk gaan die vitrines wel kapot slaan. Als het goed is, hangt die rune daar ergens aan de muur of zo. Hij is in ieder geval ergens hier. Even checken. Oh, nog een verdieping hoger zelfs. Oh, oké. Okay. Dit is het gebouw bij 3 verdiepingen. Dat klopt trouwens, dat hebben we gezien. Ik ga deze vitrine even instaan voor een potion. Dank je. Dank je spel. Ik ben wel weer even in sneak mode. Waarom ligt hier een hoofd? Oh, dat is een brood. Ik dacht dat iemand die dood lag. Oh, dat is gewoon een brood. Oké, mooi. Ik ben wel wat leven verloren inderdaad. Dat is weer die man. Dat schilderij zie je ook vaak in dit spel, zeg. Soms kun je schilderijen stelen. Het is wel jammer. Het is niet echt duidelijk wanneer je een schilderij kan stelen en wanneer niet. Maar ja, niet een al te groot probleem. Ik ga even de deur openen. Ik wil niet naar buiten. Ik blijf lekker binnen hoor. Ik blijf lekker in de. Oeh, hier is een kluis. Ik heb alleen geen idee wat de combinatie is. Kut. Zit hier die rune in? Nee toch? Gelukkig maar. Ik haat het als er runes in zitten. Er zit ook geen bone charm in. Dus zo groot is de loot nou ook weer niet. Waarschijnlijk kan ik daar boven looten voor bullets. Vind ik hem wel weer fijn. Ja. Nice. Wil je nou met kogels in een pistool zitten als je het ophangt? Dat is echt dom. We gaan er wel van de hele verdieping looten. Weet je nou we toch bezig zijn. Oh, ratten. Leuk. Hoja. Hoja, 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 boy. Num, num. Num, num, num. Num, num, num. Goed zo, stomme ratten. Gewoon slaan met je zwaard. Is een goede oplossing. Zullen ook wel geen mensen in deze kamer zijn dan aan alle bloed te zien. Hier zijn weer wat geheimjes die je alleen met ratten kan doen. Vind ik niet echt leuk om te doen, weet je. Dat kost weer mana en zo. Gedoe, waarschijnlijk krijg je wel weer wat mana potions mee, maar daar gaat het niet om. Zie je wat leuks te doen? Oh, dat was die andere deur die we net konden nemen. Kom je weer hierop uit. En we een rondje gelopen. Yay! Voor mij is er nog een iets wat ik kan looten hier aan de linkerkant van het gebouw. Aan de linkerkamer gebeuren. Hier zo, ja. Kan de klok meenemen? Jammer, dat kan niet. Dat mag niet, Rick. Dat is onze klok. Oké, vooruit maar. Misschien is nog iemand lekker seks te hebben of zo. Je weet het nooit in dit spel. Nog weer zo'n beeld van die meneer. Hij is flink aan boden in het gebied. Voor de rest nog iets te doen. Nog iemand wat te verbergen. Kijk, een Pierrot Spiritual gebeuren. Zo heet het, gebeuren. Dat is de echte naam van Pierrot gebeuren. Voor de rest een glas en een briefje. Oh, waarschijnlijk staat daar misschien de beschrijving staat daar misschien de kluiscode in. Nope. Dat is jammer. Voor mij kun je mensen ook wel interrogaten voor die kluiscode. Gewoon ondervragen en slaven. Wat is de kluiscode? Bam! Ik denk zo dat het bovenste verdieping we daar ergens wel een briefje kunnen vinden met de kluiscode. Laten we dat gaan doen. Kan dit nog looten eigenlijk als ik het kapot maak? Dat is niet lootbaar, dat is jammer. Oké, dan gaan we naar de bovenste verdieping. Ik zal de tijdstopdimensie bij me zetten voor het geval ik gevonden word. Een dimensie, dat ik zit in één keer in quantum conundrum taal, jongens. Ja, dat is een groot gebouwzaaltje. Die kunnen we doodmaken. Wat vind jij? Ik denk dat hij dood is, toch? Misschien. Oké, daar is natuurlijk die runestone in die kamer. Ik weet niet wat dit is om te pakken. We pakken het maar eventjes. Oh, dat zijn slaappotions. Nee, dat is gewoon veren. Oké, daar krijg je niks voor. Kan ik dat hoofd meenemen? Nope. Oh, je kan de kaars uitblazen. Vet. Vet. Geen idee dat je er verder mee kan, maar je kan ze uitblazen. We kunnen best wel gewoon de tijd stoppen en die gasten doodmaken. Dan wil ik het allemaal met pistool doen. Als ik de tijd stop, wil ik hem doodmaken. Ah, dat kan dus niet. Ik kan alleen... Oh god, daar loopt een vent. Stop de tijd. Oh, hij pakt meteen een mana potion daarvoor, maar oké. Stop de tijd. En... Hakken, jakken. Oké, nou even die andere pakken. Die andere vriend van hem. Waarom sneak ik eigenlijk in stop de tijd? Uit. Hoppakee. Oh, de tijd begon meteen weer heel mooi. En allebei de gasten zijn dood. Zo makkelijk kan het ook. En health potion. Ach, dank je. Had je niet hoeven doen. Een open haartje. Hier ergens hangt als goed is die runestone. Zal wel ergens daar zo hangen. Ja, wat moet dit voorstellen? Ik weet het niet hoor. Dat is een wereldkaart lijkt mij. Een globe? Zit daar die runestone in? Ik weet niet, je kan hem wel rondjes draaien, is leuk. Even kijken, waar is die runestone dan wel? Dat is een hele goede vraag. Hij zou hier ergens moeten zijn. Hé, nog een health potion. Jongens, vertroetel mij niet zo. Een Giovanni's lab key, dat zal hier ook ergens zijn. Is hier nog iemand? Iemand? Alleen een side boek. Ah, boeken. Misschien dat daar de kluiscombinatie in staat. Ik kijk echt nooit echt goed in die boeken. Niet echt slim eigenlijk van mij. Wat reageerbuisje, dat is wel belangrijk. Zie ik hier ergens een getallen in staan als ik er snel doorheen scroll? Nee, oké. Als het goed is komt het ook bij je mission logs te staan als je dat soort shit vindt, dat soort informatie. Daar is nog een boekje. Wet behavior
en Extermination. Voor mij moet je deze gasten best wel levend laten als je wil dat de plaag ze niet uitbreidt en zo. Maar dit zijn best wel belangrijke biologen en zo. Maar we maken ze lekker dood. Oh god. Waarom maken we deze mensen dood? Ze proberen ons te redden. Ze proberen de wereld te verbeteren en ik maak ze dood. Ach ja, je moet toch wat hè. Even kijken hoe ik met die Runestone ga. Oh, daar zit in deze kamer. Dus heb je die lab key nodig die we net gepakt hebben. Oké, dan. Huh? Waar zit die Runestone? Oh, oude ratten, oude ratten. Top. Ratten, sta op! Serieus, waar de fuck is die Runestone? Ik vind het niet leuk meer. Hey, een burner. Kan ik die aanzetten? Nope. Zijn hier nog mensen sowieso? Zijn hier nog mensen? Ik zie dan weer een mooi boegbeeld. Altijd leuk van die beelden. Ik denk dat het toch echt als rat dan richting die Runestone moet. Zeg je terwijl ik een rat dood maak. Serieus, waar is die? Waar is die Runestone? Ik vind het niet leuk meer zo. Hij zit in de kamer hierachter. Hoe kom ik daar? Hoe kom ik in de kamer daarachter? Is daar een kamer? Moet ik een... Ah! Voilà petit! Monster Pension! Hoe wist ik dat dat boek was? Dat was gewoon een goed gokje. Misschien moet zonder ergens een van de boeken. We hebben hem tenminste te pakken. 5 van de 5 runes in deze wereld gepakt. Nice. Nog een helft van mana dingen. Zeker nice. En nu misschien dat de kluiscode in. Nee, hij is weer hetzelfde boek. Hij is nogal gek van zichzelf. Hij heeft gewoon heel vaak hetzelfde boek gekocht van toen ik van hem is. Ga de boekenkast weer dicht. Kijk, niemand heeft gezin bij die runestone gepakt hebben. Geen idee wat die mensen met runestones kunnen maken. Wat? Wat stond er met use? Wat is use hier? Oh ja, ik kan die bottles gooien en zo. Nee, dat gaat niet om. Ga verder met jullie onderzoek. Oh wacht, jullie zijn dood. Sorry. Ja, dat was hem eigenlijk wel. Dan moeten we even gaan meeten met Emily en zo. Hè. We kunnen ook gewoon vanaf buiten en dan... Vanaf buiten. Is hier geen dakraam ding? Oh ja, hier is hij. Dan kunnen we vanaf buiten naar beneden. Een stuk leuker. Geen idee waarom. Dat is gewoon leuk. Giovanni's building key. Die had ik toch, of niet? Ik gaf aan die building key. Nou, whatever. Dan doe het toch lekker niet. Jemig. Als het zo moet, laat dan maar. En dan gaan we naar beneden. Ik weet niet waarom dat hart in één keer zo hard klopt. Oh, dat is gewoon de trap die je hoort zeker. De trap die wij aflopen. Ja, voor de rest. Iedereen is dood in dit huis. Iedereen is veilig. Oftewel ook wel. Iedereen is veilig. Corvo saved the day. Go to Clavering BOVD. We gaan weer naar buiten. Ik heb echt het gevoel dat dit een kut aflevering is. Maar we hebben een runestone gevonden, dus dat is niks kut. Gewoon wel, hè. Nou, ik kan niet zelfs over het dak heen, joh. Wat leuk. Nou, er zijn er best wel wat bad guys. Ik kan die walvisolie, kan ik daar op schieten? Dat is dan een bof. Dat zou vet zijn. Ja, dat kan. Hey. Nou, zie je die verward. Oh, god. Dat wist ik niet, dat er een robot stond. Oké, we kunnen deze vent wel even dood maken met mijn boven. Oh, dat was de verkeerde. Kijk, vet. Waar komt het vandaan dan, hè? Hoppakee. We kunnen wel vanaf hier daar springen, maar ik ben bang voor dat apparaat. Dan moet ik heen voor dat meisje. Die zijn die kant op. Oké, dus ik kan beter via de daken gaan, denk ik. Ik spoel je door, I flush you out. Snap je? Nee, ik ook niet. Shit, er is iemand dood. Ah, dat is niet zo mooi, hè? Ik denk dat ik hier gewoon even naar beneden klim. Oh, dan kan ik zelfs klimmen. Wow, ik heb niet eens shit nodig. Ik kan bijvoorbeeld de tijd stilzetten en heel gauw die kant op. Ik kan ook mezelf die kant op blinken, wat denk ik makkelijker is. Even wat efficiënter. Zo, oh, hier kan je niet heen, dat is kut. Moet dan via het water? Ik ben tenminste aardig wat gast. Hier kan even deze prullenbak looten als ik wil. Run, little rat. Ren, kleine rat. Ren. Even in de vuilnisbak kijken. Er zit echt nooit wat in die vuilnisbak. Het is denk ik gewoon meer dat ik er zelf in ga. De vraag is tenminste, hoe komen we aan de andere kant? Ik kan over het hek heen blinken. Au. Oké. Je kan niet over het hek heen blinken. Het doet wel pijn, in ieder geval. Dat is realistisch. Oh, we moeten natuurlijk gewoon via die brug. Nee, dat ik best een rat kan overnemen en dan over die brug heen kan. Even een mana potion nemen. Kom eens hier, ratjes. Ik denk dat het de makkelijkste manier is om voorbij dat bewakingssysteem te komen. Ik ben een rat en ik ben Corvo. Ik ben Corvo-rat. Oké, we gaan even deze kant op. Yes. Alle ratten gaan gezellig met ons mee. Ratteninfestatiehuid. Dit is best wel een slimme manier om hierheen te gaan. Ik heb geen idee waarom ik hierheen wil. Dan kan ik naar het water toe en zo. Dat zal wel de manier zijn. Ik kan nu uit het lichaam bij deze vent voor zijn bakken slaan. Hoppakee. Kijk, dat was best wel awesome. Waarschijnlijk ben je nu gespot, maar het was het allemaal waard. Kijk, daar is Emily. Dan moeten we even blinken. Snel, trouwens ook nog een beetje. Klein beetje maar hoor. Hoppakee, deze kant op. Dat was best wel een epische manier van deze kant op gaan. En dan is hier onze bootman. En die stuurt ons lekker naar huis van Corvo. Je bent dronken, ga naar huis. Oké, dan. Ja, daar heb je ze. Met Emily. Hallo Emily. Hoe gaat het met jou? Samuel Lady Emily zelfs. Oké, dan. Ja, dat ging snel. Ik ben niet meer van 6 of 5 afleveringen mee bezig geweest. Ja, laten we Emily terugnemen. Nee, laten we hier in de boot zitten. Overal Kales. Hoe kan mijn Kales nou maar hoog zijn? Ik heb helemaal niemand vermoord.
Je hebt de art dealer safe gerobbed, dat is zeker waar. Coins found, nog best wel veel. Sokolov's paintings found, 3 van de 3. Shrines found, 0 van de 0. Dat klopt ook wel. Bone gems, 2 van de 5. Niet slecht voor mijn doen. Runes, 5 van de 5. En dan zeggen ze dat je met Rush het spel niet compleet hebt. Ik heb aardig wat shit gevonden. Ik ben alleen veel minder goed in Bone gems in om een of andere reden. Ik bedank voor het kijken van deze aflevering van Dishonored. Met volgende aflevering gaan we verder met Dishonored. Ik ga waarschijnlijk een beetje dit gebied afkammen voor nieuwe runes en shit. Ik weet niet of die er nog zijn. Eerst even gezellig een bootritje met Emily en deze meneer maken. Dat is wel even leuk om te laten zien aan jullie. Business, did you, Corvo? I'm not one to speak against my betters, my dear, but if anybody ever deserved... The fate, it was those Pendletons. Oh ja, ik heb natuurlijk ook die Pendletons doodgemaakt. Helemaal niks, Emily. Grown-up business. Ja, we hebben niemand vermoord, Emily. Dat leek alleen maar zo. Ah, Emily heeft ook een moeder vermoord, die moord is zien worden, dus ze kan wel wat hebben. I should concentrate on piloting. Ja, precies. Veel belangrijker deze boot sturen. Er zijn waarschijnlijk wat mensen dood omdat ik iedereen heb boos omdat ik iedereen heb doodgemaakt. Er zijn wat mensen dood omdat ik iedereen heb doodgemaakt. Ook. Stap maar uit, mevrouw Emily. U bent terug en veilig. Hier, deze hand is niet magisch. Oké. Ik heb best wel grote handen trouwens. En of zijn het hele kleine handen. Beide. Hallo daar. I'll be caring for you and schooling you while you're with us. Oké, die vrouw is best wel lelijk. As am I. Would you like to see your room in the tower? Ja, graag. Yes, you may. Zou je graag je kamer zien? Mag ik hem zien? Nee, dat mag niet. Good. Oh, daar is die meneer. Die vindt het vast leuk dat we Emily hebben. Hallo meneer. See you later. Oké, doei Emily. Deze meneer wil waarschijnlijk een praatje met ons maken, want hij loopt zo op ons af en shit. Hallo daar. Armed with a blade, you changed the course, of the city forever, and with the Pendleton twins gone, our own Lord Pendleton will assume their fault in Parlinium Niemniant. Dat is mijn vertaling van het Engels. You've done more than most men do in a lifetime. Vind ik ook. I need to speak to you soon, but for now, the Lord Pendleton requests your attention. Hij vindt het vast leuk dat we zijn broer hebben gedood. New objective, the mad genius, find Lord Pendleton. Dat is leuk. Appreciate the read. Volgende aflevering gaan we blijkbaar Lord Pendleton vinden. Kan ik al nieuwe powers kopen? Ik heb 3 runes. Blink, level 2 is... Oeh, 3 runes. Possession, 5 runes. 8 runes. Dat soort geluiden maken altijd als man. Ik zou me dus vooral met wat ze willen attack on him. Attack others and the spurs after short duration. The swarm will also... Nou oké, we kopen tenminste blink, level 2. Kunnen we verder blinken? En dan vind ik het leuk einde van deze aflevering. Bedankt voor het kijken van deze avond op Dishonored. Tot morgenavond zou ik zeggen. Want dan komt er weer een nieuwe aflevering van Dishonored. Zie je bij de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Deze meneer gaat even een checkie roken. Doe je toen niet meneer. Er zijn kinderen bij. Ik heb trouwens heel af en even niet gequicksaved. Schiet me nu opeens er binnen. Gelukkig zijn we niet dood gegaan. Geniet van je check man. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet de vriend te liken. Als je me neemt tot de volgende aflevering. Doei!